Daarom vind ik het altijd zo raar als mensen. Vind ik het altijd zo raar als mensen jou Cher noemen. De ochtend liep natuurlijk heel gezellig, maar anders dan gepland. Heeft ze deze? Echt helemaal leuk. En nu hebben we gewoon zo'n Netflix reclamescherm wat langskomt. Een soort screensaver. Deze. Goedemorgen, we beginnen de ochtend met Sjana, zeer gezellige visite. Jee, gelijk aan het spelen. Hallo. Wij waren nog in pyjama. Ser en Sjana zijn net weg. Saraya. Ja, ik noem Saraya altijd Ser. Daarom vind ik het altijd zo raar als mensen. Vind ik het altijd zo raar als mensen jou Ser noemen. Want Saraya is al zolang ik bekend van mij Ser. En dan zeggen mensen dat soms tegen jou, dan denk ik, hè? Dat is raar. Jij bent niet Ser. Kijk, deze zag ik. Maar die, Sarah. Die... Ik ben Sarah. Ah. Maar deze is wel voor aankomende winter. Maar ik vond hem zo leuk. Even gezicht voor als hij nog. Hij zei, als het goed is, moet hij nog wel te groot zijn. Maar ik zag hem nu. Hij was zo'n leuk prijsje. Ik denk, nou, die bestellen we vast. Ik lees Sarah altijd aan de budgetten te. Nee. Gewoon een knoopje zelf maken, Sarah. Loopjes op te maken. Ja. Dus het is de bedoeling dat hij nog wel iets te groot is, want hij is pas weer voor het najaar winter natuurlijk. Daar heb ik hem op besteld. Nou, dat klopt wel. Kijk, hè? Oh, hij is zo lekker zacht. Hij is leuk, hè? En ja, het is zo zacht. Ik zag hem. Auw, een kaartje. Ja, het was een eindseil. Oh, hij is inderdaad. Oh! Hij is voel maar lekker. Ja, grappig maken. Ben je er blij mee? Ja, maar helaas ben ik nog wel een pyjama, waardoor het er niet mooi uitziet. Nee, maar hij is wel echt... Laat je arm eens hangen. Ja, die kan gewoon van daar, ja, want hij is gewoon net wat te ruim. Dus dat wordt perfect. Ben je er blij? Ben je blij? Ja. Ik vind hem echt leuk. Nou, dan hebben we al twee winterjassen liggen. Maar we moeten wel even voor dit seizoen gaan bestellen. Maar deze kon ik gewoon niet laten liggen. Nee, dus... Die moet nog maar zonder, maar dat gaan we... Deze hebben we. Dan doe ik deze even openmaken. Dit echt helemaal er zo ingelegd. Dat vind ik wel echt heel fijn. Dus nu gaan we even naar de andere. En mijn poppen liggen er lekker in te slapen. We zijn eindelijk de deur uit. De ochtend liep natuurlijk heel gezellig, maar anders dan gepland. Dus het duurde allemaal wat langer dan ik had gehoopt. Maar ik moet zo wat bij mijn moeder doen. Voor het project waar ik verder niks over mag zeggen. Dus daar gaan we nu heen, maar ik kom er tot 4 uur vanmiddag, kom het. Bij mijn moeder, dus dat is verder geen probleem. En ik heb het glas meegenomen, we hebben zoveel glas. En dat gaan we nu even snel weg mee open. Nou, even snel samen. We hebben echt veel glas weer. Want elke keer vergat ik het mee te nemen. Kijk eruit dat er niet onder wat gevallen is. En dat het dan een scherf, dat je scherf pakt dadelijk. Het zou heel vervelend zijn. We hebben glas weer gewacht en we hebben pangzit gehaald. Die gaan we zo meenemen. Oh, zo lekker. Die gaan we nu meenemen. En ik ruik hem al. Ja, we nemen het toch mee, oma. Dan gaan we het opeten. En ik heb er nu al trek in, want ik ruik het al. Ik niet. Nee, zo. Oh, ruik zo lekker. We zijn weer thuis. En echt zoveel dingetjes weer. Niet alles leuk om te laten zien. Sarah heeft dus altijd de naamkaartjes bij het eten. Dus die heeft nu zulke naamkaartjes voor met de tafel dekken. Dan kan ze dus gewoon echt geclassificeerd neerleggen. Omdat ze altijd dus kapot gaan kijken. Bijvoorbeeld Mila. En deze is voor mij. En voor zichzelf. Zo heeft ze er heel veel. Als ze tekort komt, kan ze er meer maken. Want ik had hoesjes ervoor besteld. Mijn moeder had er niet zoveel meer. Dus dan kan ze er heel veel maken. Want ze maakt ze nu ook op papier. Maar ja, dan morst er iets op. Zijn ze gelijk weer door. Dus nu heeft ze deze. Echt helemaal leuk. De Lego die heeft ze net met mijn broertje gebouwd. Ik weet niet of ik dat had laten zien trouwens. Ze had deze eindelijk bij elkaar gespaard. Dus die heb ik enigszins uit elkaar gehaald. Maar staat nog redelijk in elkaar. Dit is voor ons project. Dat mag ik absoluut niet laten zien. Ik heb mijn bakjes van opa meegekregen.
had mijn moeder al bananen gekregen van het picknick, maar die had er te veel. Dus. En ik was heel stom, vergeten bananen te bestellen. Dus mijn moeder zei dat, toen dacht ik zo, dat komt even mooi uit. En dan heb ik toch weer bananen. Die ontbijt ik natuurlijk heel vaak. Omdat dat gewoon makkelijk, snel en toch lekker is. Ik ga even al deze rommel opruimen. En dan moet ik ze alweer gaan koken. We hebben net ons project afgerond. Maar ik kan er nog steeds niks over zeggen. Maar heel blij dat het afgerond is. Want het heeft echt zoveel voeten in de aarde gehad om het voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Ik laat nu even vast de beelden in op de computer voor het editen. Maar we gaan eerst zo'n film kijken. Dus of ik doe het daarna of ik doe het morgen. Maar dan staat het in ieder geval al klaar. En welke film gaan we kijken? Waar is de afstandsbediening? Marco was even naar de wc gegaan. En nu hebben we gewoon zo'n Netflix reclamescherm wat langskomt. Een soort screensaver. Deze. We gaan deze film kijken. Dit leek ons echt wel een hele interessante film. Ik weet niet of de informatie te lezen is. Ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig naar. Dus ja, ik kan niet wachten. Hij doet niet wat ik wil dat hij doet. Waarom doet hij dat niet? Nou, ik ga me hier even op focussen en dan gaan we die film kijken. Oh ja, en we hebben chippies. Terwijl ik eigenlijk niet zo snoepen, maar het lukt voor gemeter. En chippies. Ik weet niet zo heel goed wat ik van de film vond. Het was aan de ene kant heel goed, aan de andere kant heel raar. De film speelt echt heel de tijd in dezelfde ruimte af. En alleen in de laatste 2 minuten zie je iets anders. Maar, of als het al 2 minuten was. Maar het was wel intrigerend ergens. Dus dat is boeiend. En ik heb ondertussen ook mijn nagels weer wat korter geveld. Kijk, ze zijn weer echt maar zo. En deze hand ook. Want ik ben ze natuurlijk aan het laten uitgroeien. En bij deze denk ik, als ik zo van een week weer vel, is het eerste rode er helemaal af. Want ik had al gekeken en dan is die wel echt heel kort. Maar dan is het eraf en ik kan niet wachten. Want het irriteert me zo. Maar ik ga gewoon niet weer heel mijn nagels laten splijten en afbladeren. Daar heb ik heel veel last van. Want dat had ik vorige keer bij een nagel. Daar was het losgegaan. En onder die gel, omdat ik dan mijn bovenste nagel, of mijn nagellaag wegtrek, gaan heel mijn nagels splijten en inscheuren. Dat is echt de reden waarom ik het zo doe. Maar ja, ik ben er nu zo bijna en je kan nu wel weer naar de nagels. Maar ja, om het nou echt voor de laatste 2-3 weken nog te doen, ik ben er bijna. En dan moet ik een hele afspraak maken om dit stukje alleen nog eraf te laten halen. Want ze kunnen eigenlijk nog iets korter, alleen dat vind ik dan niet fijn. Dus dat ga ik voor nu niet doen. Dus ja, dan zijn het echt alleen maar dunne randjes om eraf te halen. Dus ja, dat is gewoon te weinig. Ah, zo zijn scherp trouwens nu van het veilen. En ik ga lekker naar mijn bed nu. Dus Marco is al gegaan. Ik heb nog even de kamer netjes gemaakt. Dus ik wil alleen de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.